Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, Leon. Ja, welkom bij Avondje NAC. Laatste hè, van dit seizoen. De laatste, godzijdank. Ja, ik vind het wel jammer natuurlijk, hè, want we praten graag over NAC, maar we moeten blij zijn dat het deze maand al afgelopen is. Oh, wow, was het spannend, hè. Want ik had niet graag een na-competitie moeten gaan nabeschouwen. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Zeker nu, die uitslagen, jongen. Ja, joh, het is knettergek. Niet normaal. NEC was nou thuis met 4-0. Ja. 4-1 gewonnen, maar uit met 4-0 verloren. Ja, joh. Roda eruit, ja. Nou joh, het was kantje boord, hè. We zeiden het bij de vorige keer al. Het is zo verdomd moeilijk om tegen die laag geclasseerde ploegen te winnen. Nou, dat hebben we gezien. Tegen Sparta, een van de slechtste wedstrijden van het seizoen. Ze kregen het gewoon niet uit de voeten. En Sparta komen gewoon met opkracht en karakter komen ze op 2-1 voor. Dat is echt een ploeg die echt gewoon wil vechten. Onderin kan voetballen. Met dat soort voetbal om kan gaan. En NAC totaal niet. En dan gek, hè, dat het tegen die hooggeclasseerde, tegen Feyenoord, tegen Heerenveen, tegen Utrecht. Ja. Trouwens, Heerenveen, ja, inderdaad ook. Ja, god. Ja, waanzinnig. Dan kun je echt zien dat die gasten gewoon echt kunnen voetballen. Ja, en plezier hebben. Nou, we hebben het wel gezien. Het is inderdaad, we hadden wel verwacht en gehoopt dat we het dan tegen Heerenveen zo goed zouden maken. Maar dan moest ook wel alles goed gaan. Hè. Dat had ik niet verwacht. En het ging gelijk goed. Hè. Eerst twee schoten op goal, even wel bij de kruising in. Oh, fantastisch. Fantastisch. Ja, dat was heerlijk. Dat was heerlijk. Nou ja, dat we toen nog werden getrakteerd, had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht dat we daar zwaarder harder voor moesten vechten. En zeker tegen de Heerenveen, wat nog steeds voor Europees voetbal aan het spelen was. Voor een ticket voor de play-offs. Want dat was allerminst zeker. Maar het straalde er niet vanaf dat ze het echt wilden. Maar NAC heeft er optimaal van geprofiteerd. En toen hebben we eigenlijk officieus veilig gespeeld. Hè? Eerlijk is eerlijk. Het is inderdaad, Heerenveen was natuurlijk niet best wel mogelijk. Best wel de complimenten van NAC zelf geven. Ja, ze waren wel echt te goed. Ze waren echt goed. Ze hebben het echt het mooiste voor het laatste bewaard. En hoe mooier kan je het vieren dan gewoon in de thuiswedstrijd. Dat je daar gewoon zo goed als zeker kan stellen. Maar laat eerlijk zijn, een week later moesten we tegen FC Twente. Nou, dat was dan om het nog even officieel te maken, maar dan moest een of andere heer, Roda moest een of andere huzaren stukje uithalen en dan moest me 5-0 verliezen of zo. Ja, doel zonder teamverschil, maar dat moet je kunnen. Weet je, Roda kwam ook heel snel met 3-0 achter, geloof ik, en NAC stond al vrij snel voor op 1-0 door het doel van Minnekop. Ja, de benen. Goed hè. Leuk hè? Dat die jongen toch weer meedoet en blij dat hij weer op zijn niveau is. Vreven zei ook nog van nou, als hij dit niveau houdt en hij is beter als op zijn oude niveau, dan gaat NAC daar nog heel veel plezier aan beleven volgend seizoen. Dus, dat denk ik ook. Nou, sterker nog, ik denk dat we in deze uitzending zelfs heel veel plezier aan hem gaan beleven. Ja, kan hij op een balletje trappen? Hij kan goed trappen hoor. Ik ben benieuwd. Dat tegen Twente, maar dat gaan we nu ook zien bij het balletje trappen. Mooi. Welkom in het Radverlegstadion. Vandaag gaat het gebeuren, de beslissing. Met het kegelschieten en het wc-rol gooien. En dat gaan we doen met Menno Koch. En ga jij nog verandering brengen in het algemeen klassement? Tuurlijk. Tuurlijk hoor. Zelfvertrouwen. Echt wel zelfvertrouwen. Ja, is logisch toch. Laat het maar zien dan. Ja. Is dat verwarming up, hoor ik toch? Verdadelijk. Ja, dit is nog wel de warming up. We staan het in je hoofd echt, hè. Maar ook hier valt veel eer mee te halen nog. Oké. Okay. We gaan het zien. Poging 1. Nee. Hij volgt gelijk het voorbeeld op van die andere twee. Ga ik eerst maar een paar maar missen. Spanning opbouwen. Even spannend maken. Oei, ik telde hem al. Ja, dit is gewoon. Het is gewoon even een molletje die uit de grond kwam. Volgens mij. En dat op het kunstgras, hè? Ja. Het is een taaie mol hier. Kijk aan. Poging 2. Oei. Het is niet best. Nee, dit is niet best. Gaat dan toch de keeper met de eerste strijken? Want buiten recht, dan is het de enige met... Ja, maar dit is niet belangrijk, heb ik gehoord. Dus dit is gewoon... Die eer, jij wordt straks weer uitgelachen. Warming up is dit. Kijk, je gaat toch niet vertellen dat er geen raak is? Want Vreven kijkt mee, hè? Ja, maakt mij niet uit. Dan sta je er niet meer in binnenkort, hè? Dat zou ik doen niet.
Oei. Zit niet mee. Deze man kan alleen nog maar zijn ega redden bij het wc-rol gooien. Ja, dus laten we maar heel snel daarheen gaan. Daar gaat het om. We gaan er maar heel snel heen. We zitten naast René Kroes. René Kroes is deze maand de medewerker die wij mogen interviewen. En vandaar, wat is eigenlijk jouw functie bij NAC? Nou, ik zit op de commerciële afdeling, functie sales support. Wat eigenlijk verschillende zaken inhoudt, waaronder de kidsclub doe ik. Een deel merchandising, dus eigenlijk alles wat we verkopen in de fanshop. Waar overal waar een NAC-logo op zit, wat verkocht wordt, ja, daar hou ik me mee bezig. Je ziet al meer dan 7000 seizoenskaarten al verkocht. Dus ja, volgend jaar wordt weer een mooi vol huis. Wij zijn eigenlijk vooral uitvoerend. Dus wij zorgen tot het systeem goed staat, tot alle prijzen goed ingevoerd zijn. Tot de juiste dingen op papier staan, zodat de mensen goed geïnformeerd hier naar het stadion kunnen komen om hun seizoenskaart te verlengen. Of online dit jaar ook hun seizoenskaart te kunnen verlengen. Ik ben blij om hier aanwezig ja, te zijn. Ja, zeker weten. Zeker weten. Heel erg naar mijn zin. De mooiste club van Nederland, hè? Het is een hele mooie club uit Nederland. Ja, ik kom zelf niet uit Breda. Ik woon in een dorp ernaast. Ik heb wel vrienden die heel erg voor NAC zijn. Ja, en als je dan vanaf jongs af aan word je stiekem al meegenomen, dan moet je mee naar NAC. En ja, de sfeer in het stadion, dat is geweldig. De supporters, typisch know what. En wat is eigenlijk het gekste wat je ooit hebt meegemaakt? In je taak? De eerste week was het hier zo druk tot de rij tot aan de deur stond. Toen hebben we op een gegeven moment maar de fanshop opengedraaid. En hebben we daar maar mensen geholpen met hun seizoenskaart te verlengen. Omdat ja, we willen mensen zo snel mogelijk helpen. Ondertussen natuurlijk ook de telefoon proberen zo goed mogelijk aan te nemen. Dus ja, soms lukt het niet allemaal even goed. Maar ja, we proberen wel het beste. En ja, soms hoort daar het even een alternatieve wijze door de fanshop te openen en daar mensen te helpen. Maar is dat natuurlijk allemaal leuk om te doen? Ja, zeker. Hartstikke leuk. En vooral de voldoening die je krijgt als het eenmaal gelukt is. Dat mensen opgelucht naar buiten lopen en denken van yes, we zijn er volgend jaar weer bij. Ja, daar doen we het voor. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, zeker weten. René, bedankt voor je medewerking. Ik ga heel rap naar boven toe, naar het veld, want daar staat Menno Koch klaar om de wc-rol gooien. Welkom terug in het Radverleg. De laatste keer dit seizoen wc-rol gooien met Menno Koch. Vorige week had Rai Vloed een nieuw record. En dus kan alles toch op zijn kop gezet worden door deze man. Twee wc-rollen, twee kansen en één pion die aangeeft hoe ver die moet gooien. We gaan het zien. Kijk, we gaan hem even losmaken. En dan is het alles aan jou. Okay. Succes. Vamos. Ik zie een gelijke stand aankomen. Wat is het? Wat is het, Rinse? Net iets ervoor hoor ik. Net iets verder hoor ik. Net iets verder. Ook? Maar wat voor ontspannen. Net iets verder toch? Wat voor spannende ontknoping gaan we hier nog meemaken? Laatste kans. Waar komt hij? Om het klassement op kop te zetten. Ja hoor, ja hoor. Rij, kom erbij. Ik zie dat jij er nog bent. Hé. Hey. Ja, ik ben de maand. Ik ben de maand. Dankjewel voor de sport, man. Ik ben de maand. Zo heb ik zo gewacht in de koud, een maandje lang. Heren, hoe voelt dat nou? Dat jij nou? Ik zal je eerst aan de vliezen vragen. Hoe voelt het nou om toch verslagen te zijn? Ja, ik heb hier een maand op getraind natuurlijk. En het is wel pijnlijk dat je dan op de laatste dag het gouden plak verliest. Kijk, is allemaal jouw schuld eigenlijk, hè? Ja, kijk, die mentale voorbereiding is heel belangrijk. En nogmaals, hier hebben we 4 jaar naartoe gewerkt. En nog zoveel momenten. Dan moet je er staan. En... Ja, dan moet het materiaal goed zijn. Moet alles goed zijn. Alles moet goed gaan. Hè? Alles moet goed komen op één moment. Ja, maar het gaat vooral om het kopje. Dat is het belangrijkste. Het mentale gedeelte. Dus, ja. Mijn collega Suzanne, die heeft een hele mooie prijs voor jou. Hartelijk gefeliciteerd. Ah, dankjewel, dankjewel. Breda's kampioen, wc-rol gooien. Prachtig. Hij had zomaar voor jou kunnen zijn, maar... Ja, pijnlijk. Hij stak er iets voor. Heren, ik wil jullie bedanken voor jullie medewerking. En kijkers thuis, ook bedankt weer voor het kijken. Nou, Menno Koch, gefeliciteerd. Jij hebt terecht gewonnen het wc-rol gooien. En gefeliciteerd met je prijs. Ondertussen zitten wij bij supporter van de maand. William, welkom. Hey, hoe lang ben je eigenlijk als supporter van NAC? Ja, ik ben rond mijn 12e ben ik de eerste wedstrijd aan NAC gegaan. Dat was NAC Feyenoord. En toen was ik eigenlijk een beetje voor Feyenoord. Ja, dat is in je jeugd, hè, helaas. Maar
Ja, die supporters van Feyenoord maakten zo'n zootje van die wedstrijd. En ik zei, ja, daar ben ik geen supporter meer van. Ik wil van NAC. Ja, in ieder geval een goede keuze gemaakt. Ja, zeker weten. En ik denk een jaar later, 2 jaar later, heb ik mijn eerste seizoenkaart gekocht. Of mijn ouders dan. En toen was ik een jaar of 13, 14 denk ik. Toen heb ik me op een gegeven moment mijn huidige vrouw leren kennen. En mijn schoonvader was NAC supporter. Mijn zwager was NAC supporter en die had allemaal een seizoenkaart. Dus op een gegeven moment, toen heb ik ook een seizoenkaart gekocht met mijn kinderen samen. En ja, dat was eigenlijk met het eerste jaar in het nieuwe stadion, denk ik. En vanaf dat moment heb ik elk jaar een seizoenkaart gehad. Ik vind wel heel mooi de bekerfinale tegen NEC in 1973. Ik heb daar ook een boekje van bij. Maar ja, daar ben ik zelf ook geweest. Ik was toen een jaar of 15, denk ik. Maar dat is zo mooi. Dat moeten we eigenlijk nog een keer meemaken. Volgend jaar, denk ik, hè? Ja, ik hoop het. En we zitten trouwens, als ik even aan denken, hè? Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Dat geldt ook naar de kroeg waar we nu zitten, kan ik nu natuurlijk. Ja, ja, ja. Is eigenlijk het idee erachter dat als we naar NAC gaan, dan gaan mijn kinderen gaan mee. De vriendinnen en vrienden van hun die gaan mee. Kennissen gaan nog mee. Mijn zwager die zit bij ons, zijn kinderen zitten ook weer bij. Dus we gaan met z'n allen. En ja, ik vind sowieso bij NAC is het, je leert steeds meer mensen kennen. En het is gewoon één grote familie. Pakken jullie ook wel eens een uitwedstrijdje mee? Ja, uitwedstrijd pakken we ook wel eens mee. Ja, dat verwacht dus iedereen dat ik dat ga zeggen. Scheid dan Stilm 2. En uiteraard bij deze. Daar gaan we meestal dus naartoe. Gaan we ons volgend jaar weer handhaven? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we hoger gaan eindigen dan de 14e plaats. En sowieso boven die kruiken. Nou, daar gaan we voor, hè? Zo is het. Nou, op naar het volgende seizoen. Hey, Leon, ik ga me heel even omkleden, man. En dan kom ik zo snel mogelijk richting jou toe. Maar Leon, zeg eens heel eerlijk. Stijn Vreven aan het eind van het seizoen weg, hè? Nu. Ja. Zonde? Ja, het is natuurlijk wel even wennen. Het doet een beetje pijn. Maar als je even terug goed beschouwt. En NAC wil echt die. Ze hebben het uitgelegd hoe ze het willen hebben. Hè. Ze willen een trainer uiteindelijk hebben die een volgende stap aan kan. Ik geloof dat hij er wel aan kan, maar NAC wil. Gewoon een normale coach die niet heel tijd aan de kant. Nou, nee, niet zozeer. Maar dat kan inderdaad. Nee, dat zal ook mee hebben gewogen. Maar ze willen een nog completere trainer die nog meer management competenties heeft. Ja. Want die moet nog meer ontwikkelingen in zo'n team en rond zo'n team in de gaten houden. Blijven managen. En dan heeft bijvoorbeeld zo'n nieuwe trainer als Van der Gaag. Die heeft dat blijkbaar wel goed in de vingers. En die heeft goede referenties. En Hans Muls, technisch directeur, die heeft er al mee samengewerkt. Ja. Dus zijn geen onbekenden van mij. Nou ja, plus dat natuurlijk ook het zoontje hè, van de Gaag bij NAC speelt. Joran van der Gaag, ja. Dus dat helpt zal ook wel meespelen, denk ik. Ja, natuurlijk wel. Dat is misschien al sterker hoor. Misschien is het al een jaar geleden al bekokstoofd toen hij naar de A1 van NAC kwam. Ja. Dus prima coach vandaag lijkt mij. Zonder van Vreven, maar dit vind ik echt prima oplossing. Ja, wat echt een gouden naam. Ja. Van der Gaag, die gaat volgend seizoen. Mag hij ons NAC erin gaan houden? Ja, dat moet toch eigenlijk wel lukken, joh. Want hè, we volgend jaar krijgen we Fortuna City, wat waarschijnlijk Almere City of zo. Zou wel leuk is. We hoeven in ieder geval niet meer naar Roda, niet meer naar Twente, waar we niet zo goed gepresteerd hebben dit jaar. Het is wel Fortuna City, ik ging het zo wel, maar. Ja, het is raar eigenlijk, hè, zo'n club. Ja. Klein clubje, ja. Ja, het is, maar wel 12.000 man kunnen erin. Ja, inderdaad, ja. Ik ben wel benieuwd hoe vol het stadion dan zal zitten. NAC zal het in ieder geval rametje vol zitten, want die seizoenkaarten gaan ook wel als een speer. Dat is echt niet meer bij te houden. Dat is populairder dan ooit. Hè. We zijn behold. En benieuwd wat voor spelers er allemaal bij gaan. Ja, wel hè. Want wie, ja, nou ja, van de Huling gaat eigenlijk iedereen weg. Marie ook zelfs. Die had ook wel interesse vanuit Engeland, Spanje. Klopt, ja. Ja, van Ambrose durf ik het eigenlijk niet te zeggen. Ik hoop stiekem. Ambrose, als je kijkt, blijf alsjeblieft naar mijn NAC voor. Ik denk dat hij terug naar Spanje gaat. Of naar Frankrijk. Hè? Frankrijk. Het zou wel eens kunnen. Hij had daar wat interesse. Maar ik ben benieuwd waar we het gaan krijgen. We kunnen in ieder geval op tijd op vakantie. Ja, lekker in ieder geval. Maar we hadden wel, dat vond ik misschien wel herder. Dan ben ik even zo naar. We hadden een Servische international. Oh ja. Ilinka. Ilic. Luka Ilic. Ilic, inderdaad.
Ja, als we dat soort kaliber jeugdinternationals talenten krijgen, dan wordt het misschien nog wel heel erg leuk hoor. Misschien een tikkeltje, een kaliber. Ik hoop het wel. Beter dan wat we afgelopen seizoen hebben gekregen. En City is in ieder geval, heeft grote plannen met NAC. Nee, ik denk dat we blij mogen zijn als we vorig jaar weer in de Eredivisie spelen. Ja. Eigenlijk gewoon één plekje hoger zijn geëindigd dan nu. Ja. En liefst al in maart of zo. Ja. Laten we net als de visie van NAC doen, even voorzichtig, stapje voor stapje, in ieder geval volgend jaar er ook weer in blijven. En in ieder geval, nou zijn we 14e geëindigd. Volgende stap is hoger eindigen dan Willem II. Dan moet wel lukken. Ja. En zeker omdat we, en dat wil ik dan toch nog wel even kwijt aan jou, we zijn natuurlijk voor het eerst in categorie 3 ingedeeld hè, bij het KNVB licentiesysteem. Ja, dat verdient ook wel minimaal één biertje. Dat is echt waanzinnig. Echt, ja, ik vind dat heel knap. Alleen maar goed nieuws op het eind van het seizoen. Want we proosten op nog betere tijden. Goed, het zit er al goed op, man. Tot volgend seizoen. Breda nu. Je weet het meteen.